still is a mystery to me. Or am I deaf and a blind man? That's probably why I can see that you don't understand. You better tell me before I commit a crime. Mijn naam is Phil B. Ik ben van de band Phil B's Freedom. Wij spelen hier vandaag op de Dutch Blues Challenge. Dat vinden we heel leuk. En er is ons gevraagd, wat spelen jullie voor muziek? En ik wil het omschrijven als contemporary blues. Dat is vrij veel omvattend. Maar het is eigenlijk gebaseerd op blues. We spelen heel veel eigen werk. Dat is natuurlijk al heel moeilijk dan om in een hokje te plaatsen. De basis is blues. De muzikanten hebben ook achtergrond in jazz en rhythm blues, soul. En dat komt dan natuurlijk vanzelfsprekend in eigen nummers, komt dat vrij snel weer tot uiting. En ja, het is moeilijk in een hokje te plaatsen, maar zeg maar, het is contemporary blues. Mijn zus had een LP van John Mayall. En dat vond ik bijzonder interessant. Daar stond een meneer Clapton op. En op een gegeven moment kwam mijn broer aan met de LP Taste on the Board met Rory Gallagher. Dus ik ben eigenlijk, mijn eerste contacten was met de Engelse blues. Hè, met die jongens uit de jaren 60 die dan de oorspronkelijke blues hadden overgenomen. En van daaruit ben ik een beetje terug gaan zoeken natuurlijk naar de John Lee Hookers en B.B. Kings, Albert Kings, Freddie King, een van mijn grote helden. En ja, zodoende. Dus dat was een jaar of negen of zo, denk ik. I can give you the key to my front door. Don't get the feel that I need. Er is maar één manier om muziek te maken en dat is met je hart en ziel. En het enige, we zijn er absoluut geen pretentieuze band en ook niet met de teksten die we schrijven zo. Maar het enige wat wij aan de wereld willen brengen is dat de mensen have a good time. Dus dat ze van onze muziek genieten, dat ze een leuke avond hebben, dat wij een leuke avond hebben. En dat ze van onze muziek genieten en hopelijk interesse gaan hebben om nog eens een keer naar ons concert te komen of de volgende cd ook te kopen.